tegen Lierse SK zien we met nummer 15 een speler van FC Groningen die we nog niet zo goed kennen, want normaal speelt hij vooral in de belofte. Het is Tim Kuntjes die in 2010 overkwam van de Graafschap. Tim is natuurlijk vorig jaar gekomen bij ons, heeft een jaar in de belofte meegedraaid. Dit jaar, omdat de belofte ook dichter bij de A-selectie zit, zit hij ook dichter bij, natuurlijk, bij de A-selectie, net als die andere jongens. Ja, hij pakt het aardig op, hij is goed bezig, hij kan op meerdere posities ook uit de voeten. Dat is ook altijd handig voor een trainer. En het was ook leuk om hem vandaag een keer 90 minuten in actie te zien. Ik ben wel aardig tevreden. Alleen als je dan kritisch moet zijn, een paar slotigheden op het middenveld waardoor hun een keer op de counter konden, dat moet ik uit mijn spel halen. Ja, dan ben jij vorig seizoen bij FC Groningen gekomen. Hoe is dat eerste seizoen gegaan? Daar ben ik niet helemaal tevreden over. Ik had er wel iets meer van verwacht. Dat komt eigenlijk gewoon door mezelf. Maar ik vind dat ik nu gewoon heel erg goed bezig ben en ik ben er ook echt bewust van. En ik krijg het ook van allerlei kanten te horen dat ik deze lijn moet vast blijven houden. Nou, wanneer kwam die bewustwording bij jou? Eigenlijk het begin van dit seizoen. Ik had het op zich wel een beetje moeilijk mee dat het vorig seizoen niet helemaal geworden is wat ik verwacht had. Veel gepraat met mijn ouders, met andere personen die dichtbij me staan. Die hebben me echt bewust van gemaakt. Want wat ging er vorig seizoen niet zo lekker? Ik zat niet echt lekker in mijn vel. Ik speelde met veel druk op mijn schouders. Waardoor ik... Ik dacht vaak van als ik de bal maar niet verlies. Terwijl ik nu gewoon denk van ik speel met iets meer schijt om het zomaar te zeggen. Je mag fouten maken. Ja precies, daar dacht ik vorig jaar te veel over na van als ik maar geen fouten maak. Maar nu weet ik gewoon, ik heb het vertrouwen van de jongens, ik voel me goed en ik kan lekker mijn ding doen. Wat is nou jouw doel dit seizoen? Mijn doel is om vast bij de selectie te komen en mijn debuut te maken. Vanavond heb je al gespeeld, stapje voor stapje kom je dus dichterbij. Ja nee, wat ik zeg, dit is zeg maar een soort beloning. Ik kan het eigenlijk zien als een beloning voor mijn spelden, op mijn trainingen en de wedstrijden van de afgelopen tijd. Ga zo door. Ja, dat zal ik doen. Essent is supporter van FC Groningen TV.